Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. We gaan zo aftrappen bij Iran en Portugal. Als je dit toernooi met 32 landen al een drukke boel vindt, nou dan kun je je borst nat maken hoor. In 2017 werd besloten dat het WK voetbal vanaf 2026 wordt uitgebreid naar maar liefst 48 landen. Op zich handig voor landen die dit keer net niet mee mogen doen. De Kazan Arena was een belangrijk stadion tijdens de zomeruniversiade van 2013. En dat is een internationaal evenement met verschillende sporten. Dat wordt georganiseerd voor universiteitsstudenten. Ja, naast de openingsceremonie werd hier ook de sluitingsceremonie gehouden. Vandaag kijken we naar een ploeg die zich graag ingraaft. En dat is lastig voetballen hoor, voor een tegenstander. Kunnen we dat ook weer verwachten als je kijkt naar de spelers die nu op het veld staan? Ja, zeer zeker. Ze beheersen dat spelletje uitstekend. En het levert ze vaak wat op. Ja, ze zullen wel scherp moeten verdedigen. Want als ze een doelpunt om de oren krijgen, dan moeten ze zelf komen. En dan wordt het lastig. Enjoy the game. We kijken naar de 11 Portugese namen die het vandaag moeten gaan doen. Dit is toch niet het traditionele 4-4-2 systeem? Nee, in dit systeem spelen ze met twee controleurs voor hun verdediging. En ja, dat betekent dat ze weinig risico in het spel zullen gaan leggen. We zijn begonnen aan de eerste helft van deze grote wedstrijd. Twee teams die weinig voor elkaar onderdoen en vandaag staat er toch veel op het spel. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Wordt dit een doelpunt? Daar is het eerste doelpunt van dit duel al en dat is rap, Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Prachtig geplaatst schot in de kruising. Ja, die zit er goed in. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ja, en ook langs de lijn wordt dat doelpunt gevierd, want de voorsprong is binnen. De eerste bal gaat er vandaag in. William Carvalho. Dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. En de bal gaat weer terug. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Kijk nou! Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. André Silva. Houdt hij het hoofd koel? André Silva! Een super redding hoor van de keeper. De bal rolt zo naar de keeper. Hachizavi. Cedric. Ronaldo gaat op avontuur. Daar is de poging. Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. De bal is uit, inworp. Portugal mag hem nemen.
Mislukte inborp, wegbalbezit. Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Ja, en ook langs de kant balen ze van die gemiste kans. Bij een voorsprong van 2 doelpunten zit je toch een stuk relaxter op de bank. Coutinho. William Carvalho. De bal gaat heen en weer. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Pepe. Cristiano Ronaldo. André Silva. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Hachizavi. Gaat hij het nu doen? Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Niels, hij is er door. Niet te veel aarzelen hoor. Daar is het schot. Nog een redding. De keeper heeft hem, geen enkel probleem. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Hachizavi. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. João Mario. Als u het mij vraagt, was dat een goal geweest. Maar volgens de scheidsrechter was het buitenspel. Richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Rafael Guerrero. João Mario. Bernardo Silva. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Hachizavi. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. De bal wordt in de 16 gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Fraai. Mooi schot. Doorgekopt. Hachizavi. Goed gezien. Hij lost het op met een tackle. Ze zijn hier vandaag duidelijk niet gekomen om de harten van de voetballiefhebbers te stelen. Het is wel erg verdedigend. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Zo, ja! Wat een knal zeg! Schitterend doelpunt! Ja, precies goed geraakt! Dan krijgt die bal zoveel snelheid mee dat je als keeper kansloos bent. Daar ligt die keeper vanavond nog wakker van, denk ik. Wat een pegel!
Zoveel ruimte moet je hem niet geven. Daar weet hij wel raad mee. Dat bewijst hij hier weer. Ja, die ruimte moet je hem niet geven. Hij heeft een geweldig schot. Zo, dat is knap van die afstand. Cristiano Ronaldo heeft hem. André Silva. Moutinho. Hij lijkt nog last te hebben van die tackle van daarnet. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. William Carvalho. Rafael Guerrero. De speler krijgt de bal weer terug. Ja! Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Ronaldo. Daar liggen countermogelijkheden. Ronaldo drijft de bal op. Ja, dit gaat goed. Kans om de spanning terug te brengen verkeken. Maar wat was die speler er dichtbij? Ja, ik dacht ook even dat hij zat, zeg. Hachizavi, dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Wat een actie! André Silva! Portugal krijgt een corner. Daar gaat hij. Het schot wordt gestuit door de verdediger. Andres, daar is de poging. Hoekschop dus. Diepe corner. Uiteindelijk loopt de aanval op niks uit. En ze zijn het balbezit kwijt. Komt hier dan het doelpunt voor Portugal? Cedric. Hij drijft de bal op. Ronaldo staat klaar om te ontvangen. Bal op de lat. Oh, ja! Dit zijn de echte spitsen, hè? Op de goede plek staan en afronden. Zo doe je dat even. Ja, vanuit die hoek is het doel lekker groot. Het was goed geanticipeerd. Daar kun je de verdediger wel op aanspreken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. En het is Portugal dat balbezit heeft. En weer een aanval van Portugal. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De spelers hoeven de bal niet uit te trappen bij een blessuregeval. Daarom besluit de scheidsrechter het spel maar stil te leggen.
Hij krijgt toch nog geel, Jury. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. De geblesseerde speler wordt van het veld gehaald. De geblesseerde speler is gewisseld. De wedstrijd gaat verder met een scheidsrechtersbal. Die paas wordt onderschept. De eerste helft zit erop en de stand is 2-1. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De spelers hebben een kwartiertje kunnen uitblazen en we gaan weer beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd in de Kazan Arena. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij is er doorheen. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Hij is er bijna. Dit soort missers zie je op internet terug in hilarische filmpjes. En ik vrees dat deze blunder daar ook tussen hoort. Dit krijgt die speler nog wel even te horen in de kleedkamer, denk ik. Ze beseffen langs de kant ook dat dit misschien wel een doelpunt had moeten zijn. Nou, nu blijft het een benauwde voorsprong. William Carvalho. Coutinho. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De keeper heeft hem. De wedstrijd is bijna afgelopen, Jury. Zouden ze het redden? Nou, dat zou een grote verrassing zijn, even. Het is lopen met de bal op de helft. Lekker geraakt. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. De bal wordt voor het slaat hem weg. Op het tippetje. Loopt hem door naar een medespeler. Hachizavi. Ja, hij gaat richting doel van de tegen. Kijk nou. Dapper verdedigd. Coutinho. Cedric. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. De bal wordt veroverd doordat er goed druk wordt gezet voorin. Bal is over de lijn inworp. Hij is geblesseerd en wordt gewisseld. Dit kan een kans worden. Cedric. Hansin. Die ging hard.
Het idee was goed. Hij zag dat de keeper een ietsje voor zijn doel stond. Maar ja, dan moet je die bal er nog wel overheen kunnen krijgen. Toch is het jammer, even van zo'n lob. Dat zijn altijd mooie goals. Adrian Silva. Cristiano Ronaldo heeft hem. Hachizapi. Bernardo Silva. Adrian Silva. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hij kwijt. Ronaldo! Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd. Want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Safi. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Schot gelost. Wat een geweldige redding van de keeper. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Het wordt een doeltrap. We lichten hem er niet voor niets uit. Hij staat sterk te spelen. Dat ben je vast met mij eens, Jury. Ja, hij waant zich vandaag in een schiettent. Ja, die doelman moet gek van hem worden. Hier zie je goed hoe hij het doel uit alle hoeken onder vuur neemt. En met succes prachtige doelpunten. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ziet er gevaarlijk uit. Wat scheelt het? Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Rafael Guerrero. Cristiano Ronaldo heeft hem. Hachizapi. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Nog steeds aan het dribbelen. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Tikt hem door met het hoofd. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Wordt dit een doelpunt? Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze jullie met de nederlaag van het veld willen stappen. Dit had nog niemand verwacht, maar ze controleren de wedstrijd en creëren veel meer kansen dan hun tegenstanders. Inderdaad, ze hebben een aardige opbouw en de tegenstanders weten gewoon niet wat ze ermee aan moeten. Kijk, een tevreden coach, ja, wat logisch is bij deze stand. Het gaat allemaal volgens een leien dakje. Cristiano Ronaldo heeft hem. Pepe.
Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Adrian Silva. William Carvalho. Portugal brengt de bal naar voren. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Schiet! De keeper brengt redding. Die bal gaat over de achterlijn corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Ai, ai, ai. Van die afstand mag je toch wel meer verwachten, hoor. Zo'n bal moet toch eigenlijk gewoon tegen de touwen? Ja, die had moeten zitten, Evert. Deze slappe inzet, die had jij ook gepakt. Zeker weten. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. 10 minuten hebben we nog te gaan. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Alle hen een opgelegde kans. Portugal krijgt een vrije trap. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Jury? Ja, het was toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Het gevaar wordt afgeslagen. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Hij is er door. Komt dat schot? Die speler was de verdedigers helemaal kwijt en haalt uit. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee, daar komen die verdedigers goed weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Adrian Silva, daar zit de tegenstander tussen. Oh, dit kan een kans worden. In de buitenspelval gelokt. Wat een geweldige wedstrijd van deze speler. De trainer zal niets te klagen hebben en dat is een goede reden voor een publiekswissel. Wie weet levert dit een kans op. Schot gelost. Een beauty. Pas een paar minuten in het veld en dan scoor. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Weer een doelpunt, de overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. José Fonte. Adrian Silva. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Zo te horen mag hij van het publiek wel gaan schieten. Zo, 5 minuten extra tijd wordt er aangegeven.
Cristiano Ronaldo. Hij voorkomt gevaar. Cedric. Bernardo Silva. Hij stormt zijn doel uit en maakt het aanval op die manier erg moeilijk. Prima redding hoor. Ja, en gewoon zonder te twijfelen op die man af, hè. De partij van vandaag is afgelopen. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.